Yo, Kevin op de weg van je en leuk te kijken naar een nieuwe aflevering van Ark Survive Evolved. En we zijn terug in de mooie zonnige Ark-wereld. En ik zwaar naar jullie. En ik heb ook deze nog. Yes, we zijn heel blij. Want we zijn terug met een nieuwe aflevering. En we zien hier twee dino's lopen. Dat zijn de Kentrosaurussen. Die zitten bij de nieuwste update. En dit is een level 32. Ziet er gaaf uit. Maar ik ben niet gekomen voor die. Ik ben gekomen voor deze hier. Een level 80 female. En hij heeft een soort van... Hele mooie. Ik vind dit echt hele mooie dino's. Kijk naar de spikes op de rug. Kijk dan. Elke spike ziet er anders uit. Die had dan iets van blauw. En deze had dan van die vuurachtige punten. Ik vind het echt nice. Dus we gaan deze gaan we temmen. Dus ik pak hem op. Even kijken. Yes. En we nemen hem mee richting huis. Oh. 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 What the fuck ben je aan het doen? Nee, jij gaat mijn kwetsel niet hitten. Oké, pak hem anders op. Kunnen we hem nog steeds hitten? Ja, oh shit. Oké. Waarom hit jij mijn kwetsel? Je hoort mijn kwetsel niet te kunnen hitten, eerlijk gezegd. Als het goed is, kun je nou niet hitten. What the fuck? Waarom hit jij mijn kwetsel? Oké, ik moet je ergens neerzetten. Waar ik je kan temmen, want anders dood je mijn kwetsel. Ren niet daarheen. Nee. Heb ik hem? Nee, hij valt naar beneden. Dat is een allos, dus ik wil niet dat ik hierheen rent. Oké. Please hit mijn kwetsel niet. Oh god, oké. Ik moet hem naar een plek brengen waar... Oké, hij hit mij niet meer. Oké. Hij hit mijn kwetsel weer. Oké. Ik dacht... Dat het makkelijk zou zijn om eventjes te droppen ergens. Of in mijn taming pen. En daar te gaan temmen. Waar gaat hij? Hij redt nu hierin. Oké, kan hij boven de heuvel komen? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Mijn trekjes zien een beetje raar uit. Ja, dat gaat om de zoveel seconden, minuten. Doet mijn ark dat. Oké. Jij gaat lekker slapen, Kentro. Wat is nodig. En dat doen we maar even hier. En dat doen we niet bij ons huis. Vind ik allemaal prima. Oké. Ren nou niet weg, freaking Kentro. Oh god. Oké. Game, laat textures weer in, please. Komt hij terug? Of rijdt hij nog steeds weg? Hij rijdt nog steeds weg. Oké. Kwetsel. Oh, hij komt terug. Oké. Kwetsel. Holy fuck! Nee, kwetsel! Holy shit, oké. Wat gevaarlijk is in deze dino's, is als ze jou eenmaal hitten, zit je vast aan zijn staart en bloed je langzaam dood. Dus, deze dingen mogen je gewoon niet gaan hitten. En mijn textures laten nog steeds niet helemaal in. Ik weet niet, ik heb echt last daarvan. Gewoon dat mijn textures in één keer zo heel blurry eruit zien, zoals dit. En op een gegeven moment gaat het weer weg. Ik weet niet waarom. Maar oké. Deze... Kentro die gaat even rustig temmen. En ik heb ook geen vegetables al meegenomen. Want dat eet ze graag. Omdat ik wou hem richting mijn base nemen. En hem daar gaan temmen. Maar dat kan dus nu blijkbaar niet. Oké. Ik wil niet dat hij wegrent. Kwetsel. Oké. Oh, hij is neer. Oké, prima. Hij is neer. En hij ziet er gewoon fucking raar uit nu. Omdat hij er nou fucking raar uitziet. Omdat de textures niet zijn ingeladen. Heb ik vegetables meegenomen? Ik heb geen vegetables. Oké, dat is niet goed. Ik heb ook geen voedsel, by the way. Is ook niet goed. Oké, jouw topo daalt amper. Dus wat ik ga doen, ik vlieg even richting base. Ik ga voedsel voor mezelf halen en voedsel voor de Kentro. En dan kom ik weer terug en dan gaan we deze Kentro temmen. En kat. En daar ben ik weer. En even kijken. De Kentro ligt er nog. Ja, dat is gewoon een trike. Prima. Oké, laten we eventjes naar de Kentro toe gaan. Kijk. Ik ben 10 minuutjes weg geweest. Hier, safe route. Maar eet hij dat? Yes, plus 39 erbij. Oké, gaan we lekker eten, Kentro. Kijk naar die spikes. Die zien er zo gaaf uit. Ik vind hem echt gaaf lijken. En hij eet langzaam op. Hij wordt over de 100 qua level. Dat is niet slecht.
Waarschijnlijk verwacht hij eet zijn saver roots, zijn het toch niet? Yes, eigenlijk gewoon zijn aardappels. Hij eet gewoon aardappels, hij is op meer dan 50%, dus dat moet ik gewoon verwachten. Ik heb dus helemaal geen torpor nodig. Of helemaal geen narcotics nodig. En by the way, ik gebruik voor het temmen van dino's geen narcotics. Ik gebruik dit. Dit is biotoxin. Dit werkt precies hetzelfde als narcotics. Alleen je kunt dit krijgen door die kwallen die in de zee zwemmen. Om die door te maken en dat te harvesten. Dan krijg je dus gewoon biotoxin. Dit dus. Dus wanneer je die kwallen ziet zwemmen voor de kust. Pak je crossbow. Schiet ze neer. En ga ze dan harvesten voor die dingen. Want ze werken net zo goed. Dus in principe hoef je dan nooit geen, bijna nooit geen narcotics te maken. Alleen voor arrows of voor darts. Ik gebruik bijna alleen maar darts. Dus deze is gewoon rustig aan het temmen. Ik denk dat we even met rust kunnen laten. Wat ik jullie wel wil laten zien, wat we binnenkort gaan doen, is we gaan even richting deze berg vliegen. En dan gaan we niet al te dicht tegen de berg aanvliegen, want ik wil het niet gaan aggroen. Of ik wil niet dat het mij gaat zien. Want er staat iets boven deze berg en dat gaan wij temmen. Oftewel, dat wil ik gaan temmen. Kijk, daar. Hij is ingespawnd. Dit is een, volgens mij, een female Giga. Yes, van level 16. Deze Giga gaan we binnenkort temmen. Of tenminste, proberen te temmen. Het is een level 16. En volgens mij kost het mij 300-400 Trank Darts. En of hetzelfde aan narcotics of biotoxin. En dan gewoon een beetje meat en zo. Dus ik denk op zich dat het kan. Waarom deze wil gaan temmen, is hij staat op een plekje waar je eigenlijk bijna niet weg zou kunnen. De plek waar ik nu boven hang, heb ik mijn allereerste Giga ooit getemd. Dus wanneer wij boven de berg gaan staan, kan hij er denk ik niet op. Ik denk als we boven de berg gaan staan, dat hij niet echt heel ver kan komen. Dus dat is fijn. Want Giga's zijn irritant, want de Giga's die rennen weg. Rennen een heel stuk weg en komen dan weer teruglopen. Dus hij is nu al afgezonden boven mijn berg. Dus ik denk niet dat hij al te ver weg zou kunnen lopen. Dat vind ik nice, dat is goed. Even kijken, onze Kentro is hier. Dus dit is een rustig plek. Niks in die buurt hier. Geen raptors, geen kano's of geen sarko's. Helemaal niks dat hem kan killen. Dat is nice. Oké, hoe ver ben je? Oké, nice. Heb je genoeg safe routes? Je hebt meer dan genoeg safe routes. Oké, nice. Ik was ook bang dat ik wat tekort had meegenomen. Ik dacht gewoon, neem ik gelijk 60 mee. Vind ik het is gewoon bijna goed. Dus ik ga even wachten op deze klaar van temmen. Dan breng ik het terug richting base. En dan gaan we kijken wat wij met deze Kentrosaurus kunnen gaan doen. En dan ben ik weer bezig aangekomen en ik zie een raptor daar beneden lopen. Laten we onze Kenny, de Kentrosaurus, laten we eerst jou gaan uittesten. Kijken wat jij doet met die raptor hier. Oké, we droppen jou. Oké, Kenny. Oké, daar komt de raptor. De raptor gaat Kenny aanvallen. En wat doet hij? Oh, pak hem Kenny, pak hem. Je kunt het. Kill hem. Pak hem. Oké. Ik dacht dat ze wat anders konden. Waar wordt hij door aan? Oh, ook door kompies, blijkbaar. Oké, de raptor is dood. Oh, kijk, yes, hij heeft een kompie aan zijn staart zitten. Nice. Kenny is awesome. Kenny is echt awesome. Oké, ik wil jouw health omhoog hebben. Hoe beter de health is op... Oké, dit is een kompie. Die is dood en de raptor is dood. Hier zie ik iets lopen. Oké, Kenny, volg. Oké, wij gaan richting... Ik zag je iets lopen. Aha, wat is mijn whistle tag? Is het voor mij die of niet? Die? Oké, wacht even. Wat is mijn whistle attack? Whistle tag my target equals... Oké, voor mij is het... die? Yes, oké. Let's go! Let's go, Kenny! Oh, een kwetsel. Oh god, eigenlijk wilde ik aan die Kenny, maar... Oké, kwetsel. Het is niet echt mijn bedoeling. Oké, maar... Oké, Kenny zit vast nu. Oké, dus Kenny kan een heleboel dingen doden. Wat gewoon echt awesome is. Oké, iedereen stop volgen. Nee, stop volgen. Oké, we gaan even Kenny oppakken en we brengen hem richting base. Wat ik wil gaan doen, ik wil nog een keer een baby gaan maken. Dan gaan we ook eventjes een... Kenny is een vrouwtje. Kenny is een jongensnaam, maar ik... ik weet niet waarom ik hem zo genoeg, maar... Oké, wij gaan eventjes hier in de wei droppen. Oké, nice. En... Oké, nice. Dus nu dus één Kentrosaurus. Dit is een female. Dus ik ga opschieten op zoek naar een male. En dan hebben we denk ik wel... dan gaan we er een baby van maken. We gaan hem niet in deze aflevering doen, anders wordt hij te lang, denk ik. Omdat ik best wel lang heb gezocht naar een best wel hoger level Kentro.
Zijn er eventueel nog eieren hier? En er is ook een glitch aan de gang dat al mijn foundations, om een of andere reden, en ook de muren, die veranderen in één keer in zwart. Ik begin niet waarom, maar oké, prima. Dat laten we dan denk ik maar zo. Wat ik nu ga doen is, ik vlieg even richting deze kant op, want de volgende aflevering ben ik dan van plan om een base tour te gaan doen. Om jullie te laten zien hoe mijn beest eruit ziet. Wat zwemt daar? Gewoon een haai denk ik, een megalodon. Oké, maar dit is het einde van deze aflevering van Ark Survive Evolved. We hebben onszelf een Kentrosaurus getemd. En ja, dat ging allemaal goed. Het is een level 119 geworden. Prima level Kentrosaurus. Dus ga op zoek naar een mannetje, een male. Zodat wij binnenkort ook een baby Kentrosaurus kunnen maken. En deze dino's zijn voornamelijk heel goed voor verdediging. Als je een base hebt. Deze dino's zijn enorm sterk. En spelers en ook andere dino's kunnen ze best wel veel schade toebrengen. Dus ze zijn heel goed voor verdedigen. Maar aangezien wij op een singleplayer wereld spelen, maakt het niet zo heel veel uit. Maar wanneer je in een PvP wereld speelt, is dat best wel een aardige dino. Maar zoals ik al zei, is het einde van deze aflevering van Ark Survive Evolved. In de volgende aflevering ga ik een beest toe houden. En dan kunnen jullie zien hoe mijn beest eruit ziet. En alle geheime plekjes in mijn beest. En al mijn dino's die overal her en der staan. Maar zoals ik zei, is het einde van deze video. Vond je de video leuk? Laat natuurlijk een like achter. Abonneer je nieuw bed. En hopelijk zie ik je terug in de volgende aflevering van Ark Survive Evolved.